Dames en heren, waar de middeleeuwen nu eigenlijk? Waar kent u het meeste? In de kuisse jonkvrouw, trouwe ridder, dappere koning en alles waar Ivanhoe voor staat? Of in de slempartijen, het zuigen en hoereren, dat in de tweede film van Pasolini, en u hebt alleen maar de hele nette scènes gezien, dat u zeker, ik wil er hier geen pornografische voorstelling van maken, dat de middeleeuwen als tijd waarin mensen nog niet in het corset van de beschaving gedwongen zijn, waarin ze gewoon nog doen waar ze zin in hebben, vechten, drinken, ik zei het al, hoereren natuurlijk, dat we het vooral niet vergeten. Dat is Pasolini's middeleeuwen. Dat zijn die beelden, kom ik dadelijk nog op terug. Maar ik wilde eigenlijk eens even laten zien. Ik wilde beginnen met te laten zien. En nu komt er iets, moet ik even weer naar een van de dingen grijpen, daar heb ik dat nu gestopt. Hoe lang de middeleeuwen eigenlijk voortduren. En dat wou ik u laten zien aan de hand van dit schilderij. Twee jaar geleden was ik in Wenen met vrienden. En opeens even vrienden tegen me, ik had het schilderij ook nog nooit gezien. Die zeggen, wie is die priester toch? Want u ziet, dit is een priester. Een man in een priestergewaad, met een wit onderkleed. De zogenaamde stola, een mantel, dat heet een koorkap. Dat is een priester. Pas. Als je er goed naar kijkt, moet je even kijken naar wat hij op zijn hoofd draagt. Dat is geen mijter, zoals bisschoppen dat doen. Dat is een kroon. En wel de kroon van het Heilige Roomse Rijk. Dit is namelijk, dit schilderij is geschilderd in 1792. En degene die erop afgebeeld is, is keizer Frans II, die in 1792 gekroond werd tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Die kroning vond de laatste vanaf 1530 altijd plaats in de Dom van Frankfurt. Maar dit schilderij hangt nu in de Hofburg in Wenen, zoals u weet, het oude keizerlijk paleis. Een priester, dus een koning. En hier ziet u nog iets duidelijker. Dit is namelijk de vader van keizer Frans II, keizer Leopold II. En aan de Mozartpruik die hij draagt, ziet u dat ook dit schilderij uit de 18e eeuw is. Keizer Frans II is namelijk twee jaar eerder gekroond. Keizer Leopold II is namelijk twee jaar eerder gekroond. Helaas te jong overleden. Ik denk als hij de tegenstander van Napoleon geweest was, dan was het toch wel iets anders gelopen. Leopold II, daar zie je duidelijk wat hier verbeeld wordt. Hetzelfde priestergewaad. En daar ligt het rijkszwaard, in het rijkszwaard, het hout uit het kruis van Christus. U ziet aan de andere kant twee attributen waar ik even uw aandacht op wil wijzigen. Dit is een bourza, zo heet dat, een beursje met zand uit de Hof van Olijven in Jeruzalem. En die is gemaakt voor keizer Lodewijk de Vrome in 835. Maar het pronkstuk van deze hele, al deze kroningsregalia, van deze regalia is wel dit. Dit is het evangelieboek waarop alle keizers de eed van trouw zwoeren, ook keizer Leopold II, ook keizer Frans II. En dat is geschreven in de Hofschool van Aken in het jaar 1799 en voor het eerst gebruikt bij de kroning van Karel de Grote op 25 december 800 in Rome. U ziet hier de priesterkoning, of zoals men zei, de rex et sacerdos, de priester en koning. En de heerser, de keizer, is niet in de allereerste plaats een militaire leider, hij is in de allereerste plaats een heilige. Een man gods, een priester. En dat is die kroning, 1792, voor het laatst gebeurd, stond dus in een 1000 jaar oude traditie die in 800 bij Karel de Grote is begonnen en de ceremonie werd in 1792 voor het laatst uitgevoerd. Ik keer even terug naar keizer Frans II,
Want ik heb nog niet de datum genoemd waarop keizer Frans II gekroond is. Dat is namelijk de 14e juli 1792. En misschien als ik 14 juillet zeg, dat het iets bij u oproept. En de journalist die de kroning versloeg in de Berliner Zeitung, hem was ook iets opgevallen toen hij verslag deed van de kroningsplechtigheid. Hij zegt, man vindt het den Umstand merkwürdig, dat die kroning geraad am 14. juli geschah. An welchen Tage? 1789, die Bastille gestürmt, wacht. De dag dat dan 3 jaar geleden de Bastille werd gestort. Het was de laatste keer. En die journalist drukt dat heel voorzichtig, want hij schrijft voor een Pruisische krant. En de censuur in Pruisen was zeer streng. Maar hij drukt het hier voorzichtig uit, maar hij maakt heel duidelijk, dit is een poppenkast. Dit kan niet meer. Dus met andere woorden, die 1000 jaar oude traditie, hier ziet u de laatste vertegenwoordiger. Na hem is er nooit meer een keizer gezalfd en gekroond. De Oostenrijkse vorsten bleven zich keizer noemen, maar deze gewaden zijn in de hoofdburg weggeborgen en in de 19e en 20e eeuw niet meer gebruikt. Ook in Oostenrijk was men zich bewust dat een tijdperk dat misschien wel 1000 jaar geduurd had, was afgesloten. Het einde van de priesterkoningen, het einde van de gezalfde vorsten, het einde van koningen die door hun hand op zieke mensen te leggen hun genazen, zoals de koning van Frankrijk kon. 1775 werd koning Lodewijk XVI gekroond, 1775, 30.000 mensen reisden naar Reims om door hem de handen opgelegd te krijgen. In Parijs werd natuurlijk door verlichte filosofen gegiegeld, maar het Franse volk was nog trouw aan zijn priesterkoning. Maar dat duurde niet lang meer, want hier ziet u een volgend plaatje. En dat zult u zeker niet herkennen. Ik zou het ook niet herkend hebben als ik het onderschrift niet gelezen had. Dit is september 1793. We zitten dan een jaar na de keizerkroning van Frans II. Dit is de abdijkerk van Saint-Denis. Vlak boven Parijs. En in september 1793 is die kerk door het Franse volk bestormd. U ziet hier, ja, dat is niet heel erg duidelijk. Kijk, als u goed kijkt, dit is een tombe. En dat is een tombe van een Franse koning. In 1793 namelijk werd de abdijkerk van Saint-Denis bestormd en zijn alle Franse koningen uit hun graven gehaald en verbrand of begraven. Het is natuurlijk één grote ontheiliging van wat meer dan 1000 jaar heilig geweest was. In ieder geval was zeker dat met deze, dat er een tijdperk ten einde. En dat is waar mijn boek eigenlijk over gaat. Een tijdperk is ten einde, een ander tijdperk breekt aan. En pas als een nieuwe tijd aanbreekt, kun je naar een tijd daarvoor gaan terugkijken. Dat is misschien een, als ik het zo zeg, maar ik haal een citaat aan, een stukje dat Thomese vorig jaar geschreven heeft in de NRC. En die zegt, zolang een tijd duurt, als je er bent, is het gewoon wat het is. Je weet niet beter. Ik moest er buiten staan om te kunnen ervaren wat het was. Ik moest een vreemde worden in mijn eigen verleden om het me langzaam voorzichtig proberen toe te eigenen. Ik had een omweg nodig om terug te kunnen gaan. En dan concludeert hij, in de discontinuïteit toont de geschiedenis zich. Het verleden gaat pas bestaan op het moment dat je het achter je weet. Met de breuk begint het inzicht. Wel nu, die breuk, daar heb ik u hier van een paar symbolen laten zien. In het gemis vormt zich het verlangen. Pas toen de breuk met een samenleving, die ook in de 18e eeuw in vele opzichten nog middeleeuws was. De rechtspraak in 1770 was niet anders dan in 1370. Dezelfde wetten, dezelfde rechtbanken, enzovoort, enzovoort. Pas toen het breukvlak er was, werd men zich ineens bewust van wat men verloren had en kon men er een naam aan geven
terugvallen. En dan pas ziet men dat het tijdperk dat afgesloten was, de middeleeuwen. Zoals de renaissance humanisten zich van iets bewust werden dat oudheid bleef. Goed, die breuk, daar wil ik mee beginnen om te beschrijven hoe die breuk er gekomen is. Kijk, hier zien we de gewelddadige kant van. De breuk, politieke breuk, ineens was het over. De koning werd van een heilige. U weet wat er met de Franse koning gebeurd is. Hij is onthoofd. Maar ook als de vorsten bleven zitten, Engeland, Oostenrijk, veranderde het klimaat. Dat ook daar. Er kwam een politieke breuk, een nieuwe wereld brak aan. Maar er was nog veel meer gebeurd. Namelijk, mensen waren ook fundamenteel anders gaan denken, waardoor het mogelijk werd om terug te kijken naar die middeleeuwen als een vreemde tijd. Ja, en dan eens kijken wat dat dan eigenlijk was. Ik denk dat het belangrijk moment geweest is, en daar moet ik eigenlijk mee beginnen, het allereerste wat wij ons moeten realiseren, is dat in heel Europa tot begin 18e eeuw het zo was dat mensen er vast van overtuigd werden dat alles wat wetenswaardig was, dat alle kennis die er was, opgetekend stond in de Bijbel en de klassieken. Daar had je de twee fundamenten waarop de hele Europese cultuur gebouwd was en alle wetenschap en inzicht vloeide voort door die oude geschriften te lezen, te bemediteren, te becommentariëren. En dat was op alle gebieden des levens. Dit is niet alleen met de Bijbel, maar als je wilde weten hoe de wereld in elkaar zat, dan las je Aristoteles. Als je wilde weten hoe de astronomen, hoe de sterren liepen, dan las je Ptolemeus. Als je wilde weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zat, dan las je Galenus. Wiskunde was Euclides. Al die wetenschappen werden beoefend, maar die hele wetenschap was een commentaar op die klassieke geschriften. Met andere mensen waren gebiologeerd door de oudheid. In de oudheid was alles opgeschreven. En wij hoefden het alleen nog maar te becommentariëren. Ook de renaissance humanisten geloofden dat nog vast. Waar komt de breuk? En dan pas kunnen we zoiets als middeleeuwen gaan onderscheiden. Die breuk komt op twee momenten. Het eerste is de ontdekking van Amerika. Dat is natuurlijk iets, er werd een continent ontdekt dat niet in de beschrijvingen van de klassieken stond. Maar die dominantie, die houding, van alles in de oudheid is alles wat bekend was, is opgeschreven, die bleef hardnekkig. Bijvoorbeeld, mensen redeneerden, geleerden zeiden, ja, wat zijn die Indianen in Amerika? Ah, zeiden ze, dat zijn skieten. Herodotus beschrijft natuurlijk ergens dat boven de Zwarte Zee een wild volk woonde, de skieten. Ah, zei natuurlijk, Herodes heeft eigenlijk al allemaal gezegd. Die skieten zijn gewoon op een paarden gestapt en wat naar het westen, naar het oosten gereden, bootje genomen, Alaska en klaar is Kees. Dus Herodotus had het allemaal gezegd. Dus en het duurde heel lang eer men kon toegeven dat Herodotus het niet gezegd. Dat er iets echt iets nieuws was. Een ander voorbeeld. Als in 1543, maar nu doet ze iets voor de grote. Copernicus. Ja, dat is mijn leeftijd ineens. Iemand van wie je alles weet, weet je de naam niet meer. Copernicus. Voor het eerst zegt dat de aarde rond de zon draait, dan zegt een van de meest briljante geesten van de 16e eeuw, Montaigne, die zegt: ja, wat je Copernicus beweert is niet nieuw. Dat heb ik allemaal al bij Ptolemeus gelezen. Dus zelfs een Montaigne houdt vast aan de autoriteit van de oudheid. De doorbraak, dus de tweede grote doorbraak, ontdekking van Amerika, de eerste, de tweede grote doorbraak is geweest toen Galilei voor het eerst door een naar de hemel gekeken heeft en gezien heeft dat de maan
van dezelfde materie is gemaakt als de aarde. De telescoop is de doorbraak geworden. Door de telescoop kon je nieuwe dingen zien die niet in de oude boeken beschreven stonden. En toen viel het hele gebouw van de oudheid als autoriteit in de loop van de 17e eeuw in elkaar. Hetzelfde gebeurde in de late 17e eeuw met de Bijbel. En aan het eind van de 17e eeuw, rond 1700, krijg je de grote strijd, de querelle des anciens et des modernes. De strijd tussen de oude en de moderne. En die wordt door de modernen gewonnen. De band van de oudheid was gebroken. Men wist niet alles in de oudheid. Een hele hoop dingen klopt niet. Aristoteles' wereldbeeld was fout. Dat kon men nu pas toegeven. Dus daarmee werd een weg vrijgemaakt om je te bevrijden van die tirannie van de oudheid. Dat is absoluut noodzakelijk geweest om te zeggen, de oudheid is niet in alles model. Want dan ga ik nog één stapje verder. In het begin van de 18e eeuw begonnen mensen ook te zeggen, ja, en die klassieke literatuur, is die nou wel zo mooi? Is dat eigenlijk wel echte literatuur? Virgilius, ja, die was natuurlijk altijd geprezen als ongeveer de bijna goddelijke dichter. Bovendien had hij voorspeld dat Christus in de wereld zou komen, dat had Virgilius voorspeld, volgens alle christenen in de vierde ecloge. En in het begin van de 18e eeuw waren er opeens mensen die zeggen, we hebben helemaal genoeg van die Virgilius. Het is allemaal tjoekedoem, tjoekedoem, tjoekedoem en dat duizenden verzen lang. Het is, zoals een Engelse schrijver zei, all form and regulated. En hij beschouwde, dat schrijft hij in 1734, en hij beschouwde het niet als een compliment. Virgilius was eigenlijk gewoon vervelend en saai. Dan ga ik nog een stap verder. 18e eeuw, de tijd van de reden. De tijd dat men dacht, dus dat is die bevrijding van die ban van de oudheid, van de autoriteit. De ban van de Bijbel. Wij gaan zelf denken wat mensen kunnen. De reden is alles. Maar ook daar, wat dat betreft is de Europese cultuur, naar mijn mening de mooiste ter wereld. Wij hebben altijd onze eigen kritiek, formuleren we meteen. Die heerschappij van de reden, die in de 18e eeuw zo sterk werd, daar kwam meteen een tegenstem die zei, ja, verstand. Is dat nou alles een mens heeft? Is mens alleen maar door zijn reden? Is dat het bij uitstek menselijke? Ja. De hele filosofische traditie van Aristoteles tot 1700 had gezegd, wat is de mens? De mens is een animal rational, een redelijk dier. Dus wat is het echt menselijk? Dat wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben, dat is onze reden, ons verstand. En dat zijn we in de 18e eeuw. Dat hebben we tot nu toe te weinig gebruikt. En we moeten het nu beter gebruiken. En op te houden met te luisteren naar bisschoppen, pausen en andere idioten. Maar, daar zei, ineens komt een van de grootste mannen van de verlichting, ik kom terug op de middeleeuwen, hoe je zult het dadelijk merken, was Jean-Jacques Rousseau. En Rousseau wordt de grote tegenstem. Hij zegt, mens, de reden. Mensen zijn gevoel, affectie, emotie. Mensen zo, jullie beschaafde 18e eeuwse mensen, jullie hebben je gedwongen, ik noemde het net al, in het korset van de cultuur. Letterlijk. Hè, wat dacht u dat die vrouwen al die vestpartijen verkregen, die boven die hoepelrokken uitstaken. Hè, pruiken dragen, afschuwelijk, je hebt toch haar? Dus, met andere woorden, Rousseau hield een pleidooi voor natuur. Eenvoud. En barbarij. Mensen die nog niet gedisciplineerd waren door de cultuur. Baby's, kleine kinderen. De verering van kleine kinderen als onschuldige wezens begint in de 18e eeuw. Rousseau stuurde overigens zijn eigen kinderen naar het weeshuis. Maar goed, dat doet zijn filosofie niet af. Dat was de Rousseau ontdekte dus de onmens die zich in zijn die emotioneel was. De mens die op zijn instincten dreef. De mens die zich niet liet knechten door de cultuur. Die niet met een pruik en weet ik wat liep. Nee, natuurlijk.
Dat is de grote ontdekking van Rousseau geweest en dat is een enorme mode geworden. Sino de vera bene trovato, ik heb ooit het verhaal gehoord dat zo in 1760, 70, als de opera begon in Parijs, en dan zat natuurlijk tout Paris, zat in de opera, dat op een gegeven moment de deuren van de loges openvlogen en dan kwamen de kindermeisjes met baby's de loge in, zodat mevrouw, madame la marquise, madame la comtesse, zelf haar kinderen de borst kon geven. Want zij wilde laten zien dat ze een natuurlijke moeder was, die het niet allemaal door voedstervrouwen liet doen. Zij die kinderen zelf de borst gaf. Dat was natuurlijk leven. En u kent natuurlijk Marie Antoinette, die ervan hield om in het park van Versailles met schaapjes te spelen en met haar hofdames herderinnetje te spelen. En die heeft ook een dorpje laten bouwen, Le Hameau, in het park van Versailles. Dat kunt u nog steeds zien. Klassieke cultuur komt aan deze, ja, dit gevoel van dat wij terug moeten keren tot het oorspronkelijke, het primitieve, het authentieke, dat wij ons moeten bevrijden van de banden van cultuur en beschaving. Klassieke literatuur kon daar geen vorm voor zijn. Welke literatuur kon dit wel? Ik laat al het woord barbaars vallen. Wat hadden alle beschaafde Europeanen barbaars gevonden? Datgene wat niet Latijns, niet klassiek was. En dat kwam nu in de mode. U voelde dat al aankomen. Literatuur, barbaarse literatuur, de literatuur van de middeleeuwen. Edda, Nibelungenlied, troubadours. Maar het meest van alles, dit. In 1760 publiceerde de Engelsman James, nee, Schot, moet ik zeggen, oh, hij zou gaan. De Schot James Macpherson een klein boekje met gedichtjes. En hij beweerde, hij had alle Schotse hooglanden afgereisd en in oude boerderijen was hij bij het haardvuur gaan zitten, waar een oude boer met krakende stem de liederen van het volk zong. En de oude liederen die alleen in een land als Schotland nog overgeleverd waren, omdat de beschaving nooit tot Schotland was doorgedrongen. En dat was dus nu niet meer een nadeel, dat die Schotten vieze woestelingen waren. Dat was juist goed, heel goed. Pasolini, komt Pasolini. Dat is, en zegt hij, die krakende oude mannen, die zongen de liederen van Ossian. En Ossian, dat was een bard uit de derde, vierde eeuw. En zijn liederen waren generatie op generatie bewaard door die oude Schotten en aan het haardvuur verder verteld en gezongen. En hij had ze opgeschreven. En nu in 1760 uitgegeven, het grootste literaire succes van de 18e eeuw. Ossian werd in korte tijd gewoon dé dichter van ieder gevoelig mens. Nou, en alle mensen zijn daar gevoelig, u en ik ook. Het zou heel erg zijn als we ongevoelig waren, dus we liepen allemaal met Ossian in onze zak. Bijvoorbeeld Goethe. Goethe was weg van Ossian. En precies in Die Leiden des jungen Werthers zegt Goethe, dat is het verhaal van een jonge man die met een getrouwde vrouw aan de rol gaat. En dat is eerst natuurlijk heel erg leuk, hè, vrije, weet ik wat, zoenen. Maar dan komt de tragiek, haar man komt erachter, of de ellende, ellende. En als die omslag plaatsvindt, dan zegt Goethe in de roman, Ossian had in mijn hersen, dan laat hij de jonge man zeggen, moet ik zeggen, Ossian had in mijn hersen den Homer verdrengd. Alleen Ossian kan deze tragiek van Ossians dichter van het tragische, die in de grijze luchten van het noorden boven op een rots klotsende zee, dat is het echte, de Middellandse Zee, blauwe lucht, mooi weer, oppervlakkige lol. Nee, de tragiek ligt in het noorden en de Middellandse Zee is oppervlakkig. En zo is ook de Griekse en Latijnse literatuur, pure oppervlakkig. Hier is het echt. U ziet Ossian, hij zit op een rots en daar heb je zijn goden en helden die hij oproept in zijn gedichten. Het is een schilderij van Jean-Dominique Ingres, dus niet van de eerste, de beste.
Napoleon was gek van Ossian en nou, eigenlijk heel Europa. Het was een beetje jammer, en de literaire criticus Dr. Johnson merkte dat al in 1764 op. Tja, zegt hij. Ja, Macpherson heeft dat opgetekend uit de mond van het volk. Hij zegt maar, en hij zegt dat dat poëzie is die uit de 4e, 5e eeuw, uit het noorden stamt. Zegt hij, tja. Maar als er één ding verandert, dan is het mondelinge overleveren. Dat kan helemaal niet, dat poëzie is die zo uit de 5e eeuw komt. Mondelinge overlevering maakt notoor onbetrouwbaar, want bij ieder doorvertellen, zoals iedereen die het spelletje wel eens gespeeld heeft, wordt de boodschap veranderd. Dus Dr. Johnson zegt, dit moet op fraude berusten. En dat bleek achteraf ook zo te zijn. Maar het is niet min deze fraude heeft dus de literaire ontdekking van de middeleeuwen, en dat was ook de ontdekking van het noorden, van het barbaarse, van het affectieve, van het emotionele, dat is hierdoor gebeurd. En vanaf toen zijn de middeleeuwen niet meer weggegaan. Dus het is een literaire ontdekking geweest, de ontdekking van de middeleeuwen, dat moet je goed voor je houden. Iedereen denkt altijd de middeleeuwen ook christendom. Nee. De eerste ontdekking van de middeleeuwen is literair geweest. En pas daarna, daar kom ik dadelijk op, zijn andere vormen. Even kijken. Ja. Oh, hoe gaat dit nou? Ah ja, laat ik het zo maar even juist. Goed. Ik dacht dat die achter stond, blijkt. Er brak dus een enorme cultus los. En dat, ook dat is natuurlijk knettergek eigenlijk. Je zou zeggen, hoe geleerder, hoe beter. Wij luisteren graag naar geleerde mensen die onze mening kunnen vormen, die het allemaal goed bestudeerd hebben. En zo dacht men, zo heeft men in de hele Europese geschiedenis gedacht tot diep in de 18e eeuw, eenvoudige boerenmensen, dat waren bijna beesten, en die konden in ieder geval niet nadenken, die kon je hoogstens een trap op de grond geven dat ze nog harder werkten, om ons beschaafde mensen een onderhoud, dat wij in ons onderhoud voorzien. Mozart maakt bijvoorbeeld muziek van boeren nog belachelijk in zijn opera's. Dat is ketelmuziek en dat laat het dan natuurlijk op briljante wijze horen. Maar Mozart vindt het niets. Beschaafde muziek is voor beschaafde mensen. Hier zie je de omkering die mensen als Rousseau en Ossian teweeggebracht hebben. Het wat u hier ziet, dat zijn de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm. En zij zitten in een hutje, in een boerderijtje, waar een oude, wijze volksvrouw hen de grote verhalen van het Duitse volk vertelt. Die oude verhalen waarin de gebroeders Grimm de volksgeist van Duitsland vermoeden. En die alleen nog bewaard zijn gebleven, net als Ossian, in de afgelegenste delen van Duitsland waar de beschaving nauwelijks is doorgebroken. Vrouw Fieman heette ze. De gebroeders Grimm op en ze presenteren het aan het Duitse volk. Nou, ik neem die twee als voorbeelden, want in heel Europa woedde aan het eind van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw een ware rage om de laatste oude boer of boerin die de verhalen nog kende op te sporen en het gauw op te tekenen zodat het niet verloren ging. Zo Walter Scott is een ander prachtig. Beetje moeilijk is, en hier komt het, vrouw Fieman, toen men eens onderzoek ging doen, bleek de vrouw van de plaatselijke kleermaker te zijn. Bleek was helemaal geen eenvoudige boervrouw. Ze behoorde tot de gezette middenstand. Bovendien bleek vrouw Fieman vloeiend Frans te spreken. Dus ook daar is het tikkeltje moeilijk met de eenvoud. En ze bleek bovendien van Huguenotse afkomst te zijn. Dus ze behoorden niet tot de oeroude Duitse volk. Daar zie je dus, maar de gebroeders Grimm meenden dus werkelijk dat zij hier in contact waren geweest door naar deze eenvoudige mensen te luisteren met de zuivere Duitse volksgeest. Waarom konden ze dat denken? Omdat deze man hun het geleerd had. Dit is Johann Gottfried von Herder. Theoloog, filosoof, predikant. Wat is nou, waarom is Herder nou zo verschrikkelijk belangrijk voor mijn verhaal? Omdat Herder de intuïties van mensen als Rousseau, de intuïtie dat
niet wat ons mensen gemeenschappelijk bindt, namelijk onze reden, dat vervlakt. We hebben allemaal, zijn we met reden begaafd, maar wat Rousseau al gezegd had en wat Herder formaliseert, is ieder mens is anders. Ieder mens is iets wat niemand anders heeft of is. Ieder mens is een onnavolgbaar individu. En wat is de opgave van ieder mens? Om te worden wie je bent. Nou, dat is tegenwoordig een zinkend cultuur, ik mag wel zeggen, een gezonken cultuur. Want op iedere talkshow kun je mensen horen tetteren dat ze het belangrijkste wat ze is, is zichzelf zijn. Maar toen Herder dat zei, werd dat echt, was dat bijna voor het eerst. Dus wat Herder deed, was niet het gemeenschappelijke tussen mensen benadrukken, dat wij allemaal verstandige, met reden begaafde mensen zijn. Hij benadrukte de verschillen. Ik ben totaal anders dan ieder ander van u. En dat weet ik ook, ik zal geen beschrijving van mijn persoon geven, maar niet ja, heeft de diepte die ik bereik, dat weet ik ook. Ja, dat denkt u ook van uzelf. Dus dat de cultuur van het jezelf zijn is in die tijd echt en door Herder filosofisch doordacht. Maar één stap verder is namelijk dat Herder hetzelfde dacht op sociaal en politiek vlak. Er waren, hoe moesten mensen georganiseerd zijn? Ieder volk moest zijn eigenheid hebben. Iedere natie. Mensen waren helemaal van elkaar verschillend, maar mensen waren ook sociaal. En die sociale kant van het benadrukken van het individu, van het benadrukken van de eigenheid, zoals Herder dat deed, dat was de natie. Volgens Herder was de geschiedenis een opeenvolging van volkeren en naties die hun tijd van geboorte, bloei en ook van afsterven hadden. En iedere natie droeg iets helemaal eigens bij aan de menselijke geschiedenis. Dus met andere woorden, Herder benadrukte dat ieder volk, ieder mens en ieder volk zijn onnavolgbare eigenheid heeft. Iedere natie. En dat paste hij toe op de Europese naties. Je had de vele naties in Europa. En wanneer waren die allemaal ontstaan? In de middeleeuwen. Dus met andere woorden, door Herders opvatting van de geschiedenis, werden de middeleeuwen het belangrijkste, het moment van ieder volk, iedere natie in Europa. Want daar zag je wat die naties oorspronkelijk geweest waren. Daar zag je het in zijn grootste zuiverheid. En volgens Herder was, net zoals kinderen eigenlijk beter waren dan volwassenen, was het begin van een natie, dat was het zuiverste. Want daarna was veel misgegaan. Dus, met andere woorden, door de filosofie van Herder werden de middeleeuwen, ja, kwamen niet alleen in de belangstelling te staan, maar ze vormden de kern van ieder volk dat zichzelf wilde leren kennen. Daar moest je bij de middeleeuwen beginnen. Dat is dus, Herder heeft er dus voor gezorgd dat onderzoek naar de middeleeuwen tot het hart ging behoren van de geschiedschrijver. Daar was het allemaal en daar kon ieder volk echt leren. Ah ja, ik was een paar weken geleden in Sint-Petersburg. Sint-Petersburg is, zoals u weet, gesticht door Peter de Grote. Wat Peter de Grote wilde, was de Russen losrukken uit hun rare cultuur. Baarden, tabards, weet ik wat ze allemaal droegen, halve Oosterlingen. Zij moesten deel gaan hebben aan de universele cultuur van het Westen. Er was één, Peter de Grote, man van de verlichting. De menselijke reden, universeel, belichaamd in de klassicistische kunst. Dus heeft hij een hoofdstad gesticht die helemaal klassicistisch was, Sint-Petersburg. Ik laat u hier de grootste kerk van Sint-Petersburg zien, de Isaac-kathedraal. En u ziet, die kathedraal had in iedere Europese hoofdstad kunnen staan. Sint-Paul, Pantheon in Parijs, Sint-Pieter in Rome. En zelfs niet religieus, maar bijna religieus, het Capitool in Washington. Uitdrukking, de koepeluitdrukking van universele aspiraties
De universele mensheid drukt zich zo uit. En Peter de Grote vond dat de Russen dat ook moesten leren. Zelfs de iconen in deze kerken waren geschilderd in een klassicistische stijl. Want ik liet daar een nichtje vallen en ik zei, kijk, moet je naar die iconen kijken? Zegt ze, Peter, dat zijn helemaal geen iconen, dat zijn schilderijen. Ja, nee, ik zeg, het zijn wel iconen, alleen zijn ze niet op de Russisch-Byzantijnse wijze geschilderd, maar op westerse wijze. Maar het blijven iconen. En dan hebben we in Sint-Petersburg, behalve deze kerk, die het gezelschap waarin ik was, 15 mensen, universeel eigenlijk vervelend vond, dat hadden ze overal al gezien, ze wilden dit zien. Dat was Russisch. Deze kerk is gebouwd in 1883, 1890, op de plaats waar tsaar Alexander II vermoord is. En toen leef je in een andere tijd. Toen leef je in de tijd dat herder tot het gedachtegoed van heel Europa. Ieder volk, iedere natie moest zijn eigenheid uitdrukken. En die vond je in de middeleeuwen. Dus wat bouwde je in Sint-Petersburg? Een Russische Moskovitische kerk, zoals die in de middeleeuwen in Moskou bouwt. Terug naar de... Dat is wat Russen tot Russen maakt. Dat verleden, en niet dat gezeven met koepels en Corinthische zuilen en zo, dat is saai en vervelend. En net zoals wij, als je echt bent, dan eet je geen kaas van Albert Heijn, maar kaas van zo'n Fransman die er 3 per jaar maakt. Dat eigenheid. Ik kom ook in zo'n winkel mijn kaas. Dus hier zie je in de rust, en omdat ik het pas 2 weken geleden gezien heb, die denkt, maar dit is het dus. Die eigenheid van ieder volk wordt hier perfect uitgedrukt. En dat is te vinden in middeleeuwse voorbeeld. Ik ga even verder. Ah ja, ik laat een paar plaatjes zien van die uitdrukken dat middeleeuwen en de moderne natie met elkaar verbonden zijn. Deze vind ik zelf weer leuk. Kijk, u ziet, u begrijpt wel, dit is geschilderd in 1885, fresco uit 1885. Oh ja, even plaats. De keizer Pauls in Goslar, kan ik u zeer aanbevelen, lach. Keizer Wilhelm I. Met zijn zoon, Friedrich, die ik geloof 88 dagen keizer geweest is. Keizer Wilhelm I. Hier heb je Bismarck, hier heb je Moltke. En wie heb je hierboven? Dit is de maagd Germania. Maar wie heb je hierboven? Dat zijn allemaal middeleeuwse keizers. En deze vind ik het leukste. Dit is keizer Frederik I Barbarossa. Dat is misschien wel de grootste Romein keizer uit de middeleeuwen die Duitsland gekend heeft. En wat doet hij? Kijk hier. Zijn arm en met zijn vinger wijst keizer Frederik Barbarossa op zijn nu opvolger. Keizer Wilhelm I, Barba Blanca, zoals die in de jaren. De middeleeuwse Barbarossa als voorloper van de moderne Barba Blanca, die de middeleeuwse eenheid van Duitsland hersteld heeft. Nou, voor Frankrijk heb ik een minder leuke, maar ik moet het even zien. Wie is natuurlijk Frankrijk? Jules Michelet had het al gezegd. La France, c'est une femme. Frankrijk is een vrouw, zeg. Wat hij daarmee bedoelt, snap ik niet, maar ik moet het zeggen. En wie belichaamt nou La France, c'est une femme? Jeanne d'Arc. Onder haar leiding is Frankrijk één volk geworden in de strijd tegen de Engelsen. Jeanne d'Arc heeft Frankrijk tot Frankrijk gemaakt en zij belichaamt het. Dus dat krijg je ook in de 19e eeuw, dat is heel leuk. Ik heb wel eens de verering van Jeanne d'Arc in de 19e eeuw. En dan krijg je ook enorme ruzie tussen anticlericalen en klerikalen. Want de katholieken zeggen natuurlijk, Jean, dat is onze heilige. Paus Leo XIII zegt, Johanna est nostra. Johanna is, Jean is van ons. En de anticlericalen, die maken er een eenvoudig volksmeisje van, die altijd al aan de armen gaf en zo. Dus iedereen kan erin lezen. Maar heel Frankrijk vindt dat Jeanne d'Arc Frankrijk belichaamt. Oh ja, dit is ook leuk. Dit is in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. En hier zie je de interessante poging van de Belgen om ook een nationaal verleden. U begrijpt, dit is een iconische gebeurtenis. 15 juli 1099, de inname van de stad Jeruzalem.
En Godfried, hertog van Bouillon in België, een Belgisch succes dus, neemt Jeruzalem in voor de christenen. Dus hier, ook hier wordt middeleeuwen en de nieuwe natie België met elkaar verknoopt. Dus authenticiteit, middeleeuwen authenticiteit. De middeleeuwen is de eigenheid, daar weten de volkeren wie zij zijn. En dan het laatste, dat is wat ik noem, de middeleeuwen is de tijd waarin mensen nog voor elkaar opkwamen. Wat gebeurt er namelijk ook in de 19e eeuw? In de 19e eeuw breekt een traditionele samenleving, een traditionele landbouwsamenleving, ja, die in zijn contouren eigenlijk 6.000-7.000 jaar oud was. Er kwamen natuurlijk steden, die waren klein, stadjes, mensen kenden elkaar, er waren tradities, enzovoort, enzovoort. Die hele samenleving die stort in elkaar door de politieke revolutie en nog misschien nog veel erger door de industriële revolutie. In Europa in de 18e, in Engeland begint het, en in de 19e eeuw op het vasteland van Europa ontstaat er een beweging tot industrialisering met alle gevolgen die u nu kunt zien in China of in Nigeria. Eén grote chaos. Oude verbanden verdwijnen, mensen trekken uit de dorpen naar de steden waar werk is. Nou, u weet ook de ellende die dat ten gevolge heeft gehad in Europa in de 19e eeuw en nu in de opkomende industrielanden, de BRIC-landen. Dat geeft een enorme ellende. En in de 19e eeuw was men zich zeer bewust, daar moeten wij iets tegen doen. Ik vind het zo fantastisch. Je hebt een oude politicoloog, aardsconservatieve man. 1809, Adam Müller. 1809 houdt hij colleges in Berlijn. En in die colleges heeft hij het al over de calculerende burger. De burger die geen rekening had met anderen, die alleen voor eigen gewin werkt. Die alles doet om meer en meer geld te hebben. Complete individualist, met niemand rekening houdt. Dat is de calculerende burger. En daar moeten wij iets tegenover stellen. En dan zijn er drie grote instellingen, of drie grote bewegingen in de 19e eeuw, die ik in mijn boek beschrijf, die proberen die ellende die de industriële revolutie gebracht heeft, liberalisme, individualisme, rationalisme, mensen worden in steek gelaten, in woonkazernes opgesloten. Zij is geen sociale cohesie meer. En dingen die u misschien bekend voorkomen. De katholieke kerk is er één. En ik laat u dit even zien. Omdat hier, denk ik, ideaal verbeeld wordt hoe katholieken dachten dat de wereld weer in elkaar moest gaan zitten. Het zou weer goed komen als de kathedraal de stad domineerde en als alle vrome inwoners naar de kathedraal een proces maakten. En van dorpen hadden de katholiek hetzelfde idee, de pastoor, de kerk moest weer in het middelpunt komen, dan zou het weer goed gaan. Maar katholieken hebben dat ook zeer praktisch aangepakt. En met name in Duitsland zie je een hele katholieke sociale beweging op gang komen die het niet houdt bij vrome woorden, maar die gewoon heel concreet gaat werken aan verbetering van de bond van de arbeiders. En een van de dragers is deze man, Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler, bisschop van Mainz. Ketteler is de eerste die zegt, ja, we kunnen wel mooi lullen, maar dan krijgen die arbeiders niks mee. Hij zegt, Caritas, rijke katholieken die geld aan armen geven, flauwekul. Wat wij moeten doen, is zorgen dat de arbeiders een stem krijgen in het productieproces. Fabrieken moeten, zoals hij het noemde, productief associaties worden. Waarin arbeiders en werkgevers gezamenlijk de beslissingen nemen en de arbeiders ook verantwoordelijkheid krijgen. Hij heeft daar, dat is heel merkwaardig, een hele interessante correspondentie over gevoerd met Ferdinand Lassalle, de grote sociaaldemocraat, communist mag ik wel zeggen. Maar beide heren waren het van harte hierover eens. Dus Ketteler en het model waar Ketteler zijn ideeën aan ontleende, dat was het middeleeuwse gilde. Net zoals het middeleeuwse gilde de ambachtslieden beschermd had, in de middeleeuwse gilde werden prijsafspraken gemaakt, mensen werden geholpen als ze ziek waren, de werkuren werden vastgesteld, het was allemaal strak gereguleerd. Ketteler vond, hij wilde niet terug naar die gilde, dat was een veel te
intelligente man voor. Maar hij zegt, die gilden moeten onze inspiratie zijn. En in tenslotte zegt, je moet er een vakbond hebben. En bij Kettelen is dus het interessante dat eigenlijk Duitsland dat model van overleg en van samenwerken, we noemen dat tegenwoordig nog steeds het Rijnlandse model. En Kettelen is vanuit de katholieke inspiratie een van de grote voormannen geworden van het Rijnlandse model. Overigens later natuurlijk, zoals je begrijpt, door Bismarck overgenomen, ook de grote sociaaldemocraat. De tweede grote beweging die iets wilde doen aan de gruwelijke gevolgen van de industriële revolutie, dat is natuurlijk het socialisme geweest. En ik hier in een schitterend beeldhouwwerk uit wat toen nog heette Karl Marxstad en nu weer Chemnitz heet. U ziet ook daarboven hier, proletariër, alle landen, vereinigt euch. En dan staat het in het Russisch. Ik kan de eerste zelfs ook lezen. Dus Marx. Ik was stom verbaasd toen ik las in Das Kapital, wat ik nog nooit gelezen had. Hoewel ik in 1968 met mijn studie begon. Ik ben toen een beetje in de contramine geraakt en dan ben ik pas 3 jaar geleden weer uitgekomen. In Marx, Das Kapital, schrijft hij zulke mooie dingen over de gemeenschappelijkheid van de middeleeuwse samenleving. Hoe in de middeleeuwen mensen voor elkaar opkwamen. Hoe die horigen, ja zegt hij, het waren natuurlijk geen vrije mensen. Maar ze hadden alles om een tevreden leven te leiden. Want ze hadden bijvoorbeeld hun eigen productiemiddelen. Ze hadden harken en schoppen. En iets waar ze zelf mee konden werken. En die hadden eigenlijk, als je goed kijkt, een heel goed leven. En datzelfde vond hij in de middeleeuwse steden. De sociale ellende werd door de gilden binnen de perken gehouden. Marx wist overigens niet dat in de meeste middeleeuwse steden maar een heel klein percentage van de bevolking lid van die gilden was. Dat is iets wat pas later algemeen bekend geworden is. Maar Marx ziet dus in de middeleeuwen, het was niet volmaakt en we hebben een proletarische revolutie nodig, maar de middeleeuwse samenleving blijft een prachtig voorbeeld van mensen die met elkaar samenwerken, mensen die voor elkaar opkomen. De gilde is daarvan de mooiste uitdrukking. Nog radicaler in zijn zogenaamd gildesocialisme was de Engelse schrijver en kunstenaar William Morris. William Morris kent u waarschijnlijk van de Arts and Crafts Movement, maar hij was een overtuigd volgeling van Marx. En hij heeft een boekje geschreven over de Engelse boerenopstand in 1381. Dus dat is een van de grote opstanden geweest waarin boeren tegen hun heren in verzet kwamen. En hij zag daarin een voorbeeld van wat de Engelse arbeiders nu moesten doen. En daar staat dan, dit is overigens van Adam, is een tekening gemaakt door een ander beroemd Engels kunstenaar uit de 19e eeuw, Adam Burne-Jones. En daar staat dus het beroemde, ik denk dat de eerste rij niet kunnen lezen, ik ook niet. When Adam delved and Eve span, where was then? Met andere woorden, hier wou de middeleeuwen het voorbeeld van sociale revolutie. De derde groep die probeerde aan de, en dat is ongeveer mijn einde. De derde groep die probeerde de gevolgen van die industriële revolutie tegen te gaan, nieuwe vormen van sociale cohesie te scheppen. En mensen moesten weer dingen samen doen, mensen moesten weer weten dat ze erbij hoorden. Dat was eigenlijk de bedoeling. Dat is een hele andere beweging die meestal bekend staat als het etnisch nationalisme. Het nationalisme, ik zei al, dat was in het begin van de 19e eeuw. Er moest een natie komen, die naties werden gevormd in de 19e eeuw. Maar het was ook eigenlijk zo dat iedere burger die daartoe bereid was, die binnen de grenzen van Nederland, Frankrijk woonde, kon tot die natie toetreden, mits hij zich natuurlijk aan de wet hield en belasting betaalde en al dat soort dingen. Herder die had een andere, iets andere opvatting van de natie, die zei nee, het is de gemeenschappelijkheid van taal en zeden en gewoonten en rechtsgewoonten met name, wat dat schept de natie. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw krijg je een veel hardere vorm van nationalisme. Dat wordt namelijk dat men zegt, zij die hetzelfde bloed hebben
behoren tot de natie. Dus met andere woorden, dat heet een objectieve opvatting van de natie. Namelijk, dat kun je vaststellen. Als je je genealogie weet, weet je dus of je Nederlander of Duitser of Fransman bent. Hetzelfde bloed. Dat is natuurlijk een opvatting die enorm gepromoot is door waarschijnlijk verkeerd begrepen ontdekking van de evolutieleer van Darwin. Die dus men gaat spreken over de verschillende rassen in de mensheid, dat wordt een normale term. En je kunt alleen maar tot de natie horen als je het bloed hebt dat bij de natie hoort. U hebt misschien wel eens de woorden gehoord, wie Nederlands bloed in daderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Dat is jarenlang, kan ik u vertellen, ons volkslied geweest. En pas in de jaren 30, denk ik, ja, vervangen door het Wilhelm. Ik heb dat hier met een plaatje afgebeeld, omdat natuurlijk een van de gruwelijkste gevolgen van dit soort nationalisme is geweest. Eigen bloed, dat is dat met name de Joden daarvan het slachtoffer zijn. De Joden waren eind 18e eeuw geëmancipeerd, kregen begin 19e eeuw in de meeste landen burgerrechten. Maar vanaf het moment dat dat nationalisme zo ongelooflijk etnisch en racistisch werd, zie je dat de Joden daar het slachtoffer van worden. En ik heb, Frankrijk is eigenlijk het eerste land waar het antisemitisme in alle heftigheid losbreekt, dus niet Duitsland. En in Frankrijk heb je een heel beroemd pamflet van een zekere Edouard Drumont, La France Vive. Ik heb dat gelezen, twee delen. Geen een hele nare lectuur, kan ik verzekeren. En waarom moet ik dat hier ter sprake brengen? Kijk, zegt Drumont. Frankrijk wordt op het ogenblik, de ondergang van Frankrijk is daarbij, omdat de Joden ons in hun greep. En dan met name heeft het dan over de Rothschilds, die de grote bankiers van Frankrijk waren. Hij zegt, maar onze middeleeuwse vorsten, die wisten dat de Joden onze ondergang zouden zijn. Hij zegt, de middeleeuwse koningen van Frankrijk hebben ons altijd beschermd tegen de Joden. En toen het al te erg werd, hebben ze de Joden niet alleen apart gezet, maar gewoon Frankrijk uitgejaagd. En dat hebben ze ook inderdaad gedaan. Dat is gebeurd in het begin van de 14e eeuw. Philips de Schone, koning Philips de Vierde, de Schone heeft de Joden uit Frankrijk gejaagd. Ja, zei Drumont, de grote fout van 1789, er waren vele fouten van 1789, maar een van die fouten was dat de Joden weer burgerrecht kregen. En sinds 1789 is het met Frankrijk bergafwaarts gegaan. En dat kon door de Joden. En deze verbeelding, die overigens niet uit Frankrijk komt, dus middeleeuwen wisten hoe ze met de Joden moesten omgaan, wij zijn het vergeten. Dit is overigens, dit heb ik puur genomen omdat ik, ja, ik was er heel erg door geschokt, is een tekening uit 1808 en hij is van Goya, van Francisco Goya, de beroemde Goya. En daaronder staat, het is een ketterverbranding. De ketterhoed, spitse ketterhoed, per linage de Hebreo, schrijft hij. Dus hij schrijft er zelf onder, deze man is een Jood en wordt daarom verbrand. Okay. Ik kom tot mijn einde. De middeleeuwen zijn dus op een gegeven moment beeld geworden, instrument geworden in Europa om een bepaalde kwalijke gevolgen van de moderniteit te bestrijden. En Joost zei het al en ik herhaal het, mijn boek gaat niet over de middeleeuwen. Mijn boek gaat erover hoe Europa sinds het einde van de 18e eeuw is aan het worstelen met de gevolgen van wat ik nu maar kort door de bocht, de moderniteit. Alles verandert. Eeuwenoude tradities waren ineens weg. Onthoofding van de Franse koning, de laatste keizer, de paus en met nog veel belangrijker, ook in het dagelijks leven, gewoon in dorpen veranderde alles. Dorpen liepen leeg, mensen moesten naar de stad, die liepen verloren. Of alle problemen, nogmaals, die u tegenwoordig ziet in steden als Lagos en Peking. Of Delhi, of Rio de Janeiro, noem maar op. Al die problemen. Dus de moderniteit had afgrijzelijke gevolgen. Want je kreeg een wereld die, ja, anoniem was, mensen raakten vervreemd van zichzelf, wie zijn wij?
mensen werden aan zichzelf overgelaten. En ja, er waren, wat is dat nou, een soort van globalisme, dat had je in de 19e eeuw ook, economie was zeker aan het eind van de 19e eeuw, zeer globaal, globalistisch. Dus, en daar ging men zich tegen verzetten, mensen in plaats van vervreemding, authenticiteit. Niet globaliseren, niet alle mensen weer de broeder, nee, het eigen volk. Wij in onze eigen gemeenschap. En tenslotte gemeenschap in de zin van mensen moeten weer voor elkaar opkomen, voor elkaar instaan. Er moet een nieuwe vorm van sociale cohesie geschapen worden, gemeenschappen in de zin van vakbonden. En men zei in de middeleeuwen wisten ze dat. Wij moeten dat op een nieuwe wijze zien te realiseren. Maar het is dus goed om je te realiseren dat wat mijn boek beschrijft, deze worsteling met de moderniteit is. En die worsteling is aan het eind van de 18e eeuw begonnen en die gaat volgens mij nog steeds door. Iedere eens in de zoveel tijd krijg je zo'n oprisping van het is allemaal te groot, te anoniem, te berekenend, te egoïstisch geworden. Wat wij moeten iets doen. Mensen worden aan zichzelf overgelaten, ze vereenzamen, ze worden oppervlakkig, ze vervreemden, enzovoort, enzovoort. Het is het hele klachtencircuit dat je de laatste 10 jaar weer in toenemende mate hoort. We hebben het gehad met al dat globalisme, universalisme, Europa, om maar eens iets te noemen. En dat is precies in 1945, toen de oorlog afgelopen was, toen zei men, wat heeft ons de ellende gebracht? Alles waarover ik het nu gehad. Nationalisme, racisme en al. Dus ik denk ook dat dit verhaal over de middeleeuwen eigenlijk niet meer kan. We moeten Europa hebben en dat geeft ons vrede. En dat blijkt toch niet het geval te zijn. Dus je ziet op het ogenblik dat de worsteling om die moderniteit opnieuw begonnen is. En hoe het afloopt, ik ben niet erg optimistisch. Het interessante is natuurlijk de vraag, grijpt men nu ook weer terug naar middeleeuwse beelden om eigenheid en gemeenschap en authenticiteit? Ik zie het in Nederland nog niet zo gauw gebeuren. Maar ik kan u één voorbeeld geven waar het wel gebeurt, en dat is Noord-Italië. U weet, Noord-Italië is een krachtige beweging die de Italiaanse eenheidsstaat wil afbreken. En waar beroept de Lega Nord zich op? En wat in de praktijk vorig jaar oktober, ik heb ogen uitgekeken, ik heb 3 middeleeuwse optochten gezien. In allerlei kleine stadjes, in Mantua, in Modena en nog ergens, nog klein. En ik kan u verzekeren, dat was geen loltrapperij. Dat waren alle 3 optochten met een hele zware politieke bedoeling. Wij, onze steden hier in het noorden, hebben in de middeleeuwen de rijkdom van Europa gecreëerd. Venetië, Genua, Milaan, Florence, Pisa. Wij hebben het geld. Italië, het rijkste gebied van Europa, was het ook in de 13e, 14e, 15e eeuw. Wat heeft ons de ondergang gebracht? Die stomme zuiderlingen met wie we gedwongen werden om samen te leven. Wij zijn vlijtig, spaarzaam, en rijk, zij zijn lui en arm. Dat cliché, Negroni, zegt men ook al in Noord-Italië, dat ga ik niet vertalen. Dus met andere woorden, hier zie je opnieuw een inbeslagname van het middeleeuws verleden door een beweging die inderdaad weg af wil van die grotere verbanden en wij in Noord-Italië moeten het samen doen. Net zoals de middeleeuwse steden. Ik zie het hier in Nederland niet gebeuren, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nederland, de middeleeuwen is weer een heel eigen verhaal. Maar het is hier toch in het noorden nog niet zo sterk als het daar in Italië is. Ik hoop, en dat is maar daar eindig ik mee, dat verhalen over de middeleeuwen waarin eigenheid en gemeenschap, dat is natuurlijk maar een verhaal. Het is een illusie. Want je zou het universalisme, heel Europa samen, dat was natuurlijk ook een middeleeuws ideaal. Alleen noemden ze het toen niet Europa, maar christenheid. En dat is een kant van de middeleeuwen die heel weinig benadrukt is in de middeleeuwse geschiedenis. Dat de middeleeuwse
cultuur, de christelijke cultuur van de middeleeuwen, een waardelijk Europese cultuur was. Waar alleen Griekenland niet bij hoorde, maar goed, dus, ik weet niet hoe het af gaat lopen, maar die worsteling met de moderniteit, dat is wat mij steeds meer is gaan fascineren. Die is zijn zoveelste fase ingegaan en ik ben dus benieuwd hoe dit afloopt. In mijn boek vindt u een voorgeschiedenis daarvan, maar geen oplossing. Dat laat ik over aan de politici. Dank u wel.